nu wel, ja, hè. En volgend door eentje van Geldermansen. Dat is denk ik Bob Smit. Zo denk ik hier op het lijstje zien. Die de leiding neemt, gevolgd door Bob Smits. Maar die moet dus opgeleid in die Bob Smits, want er komt er weer eentje van nu aan. En die gaat er nu van mij, en dat is 439, en dat is Nigel Ebbe. En die doet het zeer netjes. En de 131 van Tiel. Dat is Van Egeren, die gaat ook plaatsje 4. De volgende rit, superklasse, 8-9 jaar. Van Winter, Kessel, Almee, Kaasjager, De Vaal en Tacto. De vierrijders gaan door. En het is mijn nummer 468. Van Winter die als eerste meekomt, gevolgd door Kaasjager. En nummer 481 van Kessel. Dan raken we dit eentje van Bellingen met nummer 28 van Almee. En dus echt, hier hoor, 68 was in de leiding heen. En die gaat het helemaal maken. En dat is Van Winter. De derde is Blankers van den Burg, Hofde van Holland, Koetmans en Winters. En dat is de man van Tiel die aan de leiding ligt. Denk ik dat er van Hofde is met nummer 140. Je volgt er een van Amersfoort met 712, de Wissel van Holland. En dan komt hij aan hoor, die snelle Blankers van het Snap-on BMX team Hedel. Dan zijn ze de eerste vier en nummer 99 van den Burg. Dat doe ik mee. Reetje nummer 4, Hoogakker, Moors, Richteren, Tacto, Vaal en Bosbo. Stam Bosbo. En wie is er als eerste weg? Volgens mij 100-369. Dat is de jonge man uit Geldermansen. Hooglakker, samen met 121. Daar is het. En een van Nuland, 457. Takters in de vijf en de gaten van Amersfoort. En wie is dat? Dat volgens mij Moors, Menno Moors. En het is de man van Geldermansen, hoe die doorgaat naar de halve finale. Hoogakker. Richteren. En een van Amersfoort, meneer Moors. De volgende zijn klaar. Bouwens van Voort, Hulp, Voorman van Bergen en Stuitingen. En het is de 416 hoor, Bouwens. Die aan de leiding gaat. Gevolgd door de 447, Volman. En 475 van den Berg. En 485 vervoerd. De zesde kwart. Hobo, Kessel van Winter, Doesburg, Lommers en Groenendaal. En het is Hobo samen met Van Winter. Die is de gang uitmaken 1 en 2. Doesburg zit hier op 3 en de man uit Bellicum met nummer 14 van de Groenendaal zit op 4. Maar die wordt nu door een van nu nog bijgegaan in de bocht. En dan wordt het natuurlijk weg dadelijk om de 4e en de 5e plaats. En hier is wie gaat er winnen? Die van nu nog schuift nog een plaatje op. Die neemt er nog geen genoegen mee. Want Doesburg moet aan de bak. Het is Hobo die mee door is.
SC Amelo, de Arjan van IJswijk, Bloemenshop. Wat zeg je? Wij van Geldermalsen, die willen het van elkaar niet weten wie er doorgaat. Nog geen finale jongens, net voor de kwart. En voor 3,72, geweldig. 3,95 van Doesburg. 3,83. 3,93 ook in Doesburg. En dan 3,13. Dat zijn de namen die doorgaan naar de Van den Heuvel. Laatste kwart van Dinter begint met Maas Jansen, Renek en Dirk. En dit van Dinter zal hij beginnen. 1 en 2. En dan is het volgens mij maximaal zo 3. En de vierde plek is voor de jonge dame. Daar ja. Je meeschuift zal ik naar de halve finale. Dat is van Dinter hier op de leiding. Samen met de Griffin.